Ik wil jullie even hartelijk bedanken voor het kijken naar het haakkanaal van Iedereen Kan Haken. 30.000 abonnees zijn er inmiddels. Iedereen kijkt, iedereen vindt het leuk. Dus ja, ik ga nog even door. Ik zou zeggen van, in ieder geval heel hartelijk bedankt voor alle duimpjes omhoog en alle abonnees. En ja, wat kan ik zeggen? Dankjewel voor... dat jullie allemaal blijven kijken en ik zet elke keer weer nieuwe video's erop. En vandaag gaan we de Super Granny maken. En de Super Granny, kijk, die haak je in 4 kleuren. En ik heb hier de bolletjes in mijn handen. Je begint met een licht roze. Dan heb ik even spieken. De soort lila. En dan paars en hier heb ik, zoals mijn trui is, een beetje fuchsia. Nou, laat ik hem vallen. Maar in ieder geval, deze gaan we maken. En het is echt heel leuk, deze kleurtjes. Het is de Super Granny. Zoals ik hem gemeten heb, is hij 20 centimeter bij 20 centimeter. Dus je kan er een dekentje van haken. Vind je nou... dat dit misschien iets aan de dunne kant is, maar dat ligt aan je wol. Dat ligt gewoon aan je wol. Hoe dat je, welke wol dat je pakt. En anders pak je gewoon 2 draden. Dus dan pak je 2 draden om een dikke deken te maken. Maar je kan hier dus een tas van maken. Een dekentje van haken. Het granny vest. Ja, sorry dat ik stotter, maar ik ben zo enthousiast. Ik ga deze even uitleggen, want hier zitten dus reliëfstokjes in en daardoor wordt het zo mooi van kleur. Dan springen een beetje de kleurtjes zo in elkaar. Dus je hebt 4 kleurtjes nodig. Ik zal onder de video zetten welke ik heb gebruikt. En dan heb ik eigenlijk nog een tip. Kijk eens een keer op een kleurenpalet van verf. Bijvoorbeeld, je houdt van groen, dan ga je van lichtgroen naar donkerder en zo 4 kleuren. Dus dan kijk een keer op een kleurenpalet. Hou je van blauw? Nou, dan pak je blauw. Is het voor een meisjeskamer? Ja, dan pak je weer andere kleuren. Maar dit wordt de Super Granny. Hij is bij mij 20 centimeter bij 20 centimeter. En ik zou zeggen, blijf lekker kijken. En ik vind het gewoon leuk dat jullie allemaal kijken, maar dat heb ik net allemaal al gezegd. En dan gaan we beginnen met de uitleg. Want ja, het is natuurlijk ook heel leuk als jullie dit allemaal gaan maken. Even nadenken. Ja, de foto's kunnen jullie sturen naar Facebook of naar Instagram via een DM'tje. Kooppatronen kan je bestellen via iedereenkanhaken@hotmail.com. En dan zou ik zeggen, heel veel kijkplezier. Dan gaan we lekker uitleggen. Nou, dan zie ik je zo weer terug. Tot zo! We beginnen de Super Granny Square. Beginnen we vanuit het midden. Dus we maken dadelijk 4 losse en dan zetten we die vast met een halve vaste. Dan gaan we met 3 losse omhoog en gaan we stokjes maken. Eigenlijk precies hier zoals het hier staat. Maar ik zal even garen bijpakken en dan gaan we gauw beginnen. Tot zo! We beginnen nu met de lichtste kleur. En je maakt een opzetlus. En we gaan 4 lossen maken. 1, 2, 3, 4. En dan sluit je
het rondje in de eerste steek en je haalt om en je haalt door, dus dan heb je een halve vaste. Dan beginnen we met 3 lossen, 1, 2, 3, en deze telt als stokje. Dan gaan we in die opening gaan we nog 2 stokjes maken. Eén. Twee. En dan is dit je eerste groepje van 3. En ertussen zetten we 1 losse. Nee, 2 losse, want het zijn meteen de hoeken. 2 losse. 1, 2. Dus in de hoeken doen we 2 losse. Dan gaan we weer een groepje van 3 stokjes maken. 1, 2, 3. 2 lossen voor de hoek. 3 stokjes. 1, 2, 3. Twee lossen. En weer 3 stokjes. 1, 2, 3. En met 2 lossen. En dan sluiten we de eerste toer. Oh, mijn garen is al bijna op. Met 1, 2 in de bovenste derde. Met een halve vaste. En dan haal je helemaal door. Zie je? Dus dit is de eerste toer. Zo kan je het beter zien. Dus 3. Lossen, 2 stokjes, 2 lossen, 3 stokjes, 2 lossen, 3 stokjes, 2 lossen en 3 stokjes en weer 2 lossen en je sluit de toer met een halve vaste. En dan zie ik je zo weer terug. Tot zo! We gaan nu de tweede toer maken van de Super Granny. Super Granny Square. En eigenlijk doe je dat met, of niet eigenlijk, je houdt gewoon dezelfde kleur aan. En je hebt nog eigenlijk niks te maken met relief stokjes. Je maakt eigenlijk weer gewoon een Granny Square. Dus je maakt 3 lossen, want die gaan we in die hoeken maken. Dus we nemen de draad mee in dit eerste stokje. Daar halen we de draad op. En die halen we door de lus. En dan in het tweede stokje, daar halen we de draad op en dan gaan we ook door de lus. En dan gaan we in de hoek gaan we daar 3 lossen maken, dus we steken in. We halen de draad op en we halen door de lus. En dan gaan we in die hoek gaan we weer stokjes maken, maar we moeten natuurlijk de tweede toer beginnen met 2 lossen of 3 lossen. 1, 2, 3. En dan gaan we in die hoeken
nu 2 stokjes maken, 2 losse en 3 stokjes. Twee losse, 3 stokjes, 1, 2, 3. Dus de hoeken maken we op deze manier. Je begint in de hoek met 3 losse, 2 stokjes, 2 losse en 3 stokjes. Dan gaan we 1 losse doen, want dat doen we tussen de groepjes. En dan gaan we in de hoeken 3 losse of 3 stokjes, 2 losse, 3 stokjes doen en 1 losse tussen het groepje in. En zo maak je de hele toer af. En dan zie ik je op het einde, daar zie ik je weer terug. Tot zo. We zijn op het einde van de tweede toer. Na het groepje van 3 stokjes, 2 losse, 3 stokjes, moeten we nog 1 losse hier doen. Die heb ik net gedaan. En dan eindig je de toer op de 1, 2 in de derde losse. Daar haal je draad op en je haalt door de lus. En dan ga je je draad afknippen. En dan was dit de tweede toer. En dan gaan we met de tweede kleur beginnen. En dat is deze. En onder de video leg ik alle kleurtjes uit welke ik gebruikt heb. Dus daar staan de kleurnummers op. Maar nu gaan we aan toer 3 beginnen. En dan zie ik je zo weer terug. Tot zo! We beginnen aan de derde toer met een opzetlus en we steken in een hoek in. Je haalt je draad op en we gaan deze doortrekken door 2, dan nog 2 losse en dan gaan we weer een hoek maken met 2 stokjes. 1, 2, 2 losse en 3 stokjes in diezelfde hoek. 1, 2, 3, 1 losse en dan gaan we in het middelste, deze middelste opening, gaan we een stokje maken, een dubbel relief stokje op dit onderste stokje en weer een stokje, dus 1 stokje, een dubbel relief stokje, dus 2 keer omslaan en dan ga je in het onderste stokje ga je een relief stokje maken. En weer een stokje in diezelfde opening. Dus je hebt 2 keer omgeslagen en dan ga je in het middelste van de eerste toer, daar ga je een dubbel relief stokje op maken. Dan maak je weer 1 losse en dan ga je weer de hoek maken en dat is 3 stokjes. 2 losse en 3 stokjes. Een losse en dan zijn we weer in het midden. Hier gaan we weer een stokje doen, een dubbel relief stokje op het eerste stokje of op dit middelste stokje en weer een stokje, dus 1 stokje, dubbel relief stokje op deze eerste toer
en in die opening weer een stokje. Een losse. En dan ga je zo weer naar de hoek toe en dan ga je weer een hoek maken. En dan zie ik je in het begin van de derde toer, daar zie ik je weer terug. Tot zo. We zijn nu in het begin weer van het derde toer. We maken nog één losse. En we sluiten de toer in de 1, 2, derde losse. Met een halve vaste. Je kan ook gewoon tussen de openingen in, wat je wil, met een halve vaste. En dan gaan we nu naar toer 4 en dan gaan we eerst naar de hoek toe met hetzelfde garen. In het stokje steek je in en je haalt je draad op door 2 en je steekt in het stokje in, je haalt je draad op door de lus en dan zijn we weer in de hoek, je haalt je draad op en door de lus. En dan gaan we nu naar toer 4. We beginnen nu aan toer 4. En toer 3 ziet er zo uit dan. Je begint weer op de hoek met 3 lossen, 2 stokjes, twee lossen en 3 stokjes. Allemaal in die opening 1 lossen. Dan pak ik even het voorbeeld erbij. Toer 4. We hebben net die losse gedaan. We zitten hier. Dan gaan we in de volgende. Slaan we dit over, dit groepje. Het ziet er nu misschien ingewikkeld uit, maar het is het niet hoor. Dan ga je 1 stokje, 1 relief stokje, een dubbel in die vorige toer doen en een stokje. Dus we gaan 1 stokje doen in deze opening, een dubbel relief stokje in die vorige toer aan de voorkant en die maken we af. Je ziet dat ik een beetje mijn werk keer en dan ga je weer een gewoon stokje doen in diezelfde opening. 1 losse. Dan sla je dit groepje over en dan ga je hetzelfde doen hier in die opening, weer 1 stokje, een dubbel relief stokje in die vorige toer, je keert een beetje je werk en je maakt je dubbele stokje af, dan keer je weer je werk terug en je gaat weer in die opening een stokje maken en een losse en dan begin je weer aan deze hoek met 3 stokjes, 2 losse, 3 stokjes en dan ga je zo de hele toer afmaken zoals het hier is gegaan, dus in die openingen een stokje, een relief stokje op het stokje van de vorige toer, een stokje, 1 losse en dan sla je dit groepje over en dan ga je weer zo verder tot het einde van de vierde toer. En dan zie ik je daar weer terug. Tot zo. We zijn nu aangekomen op het einde van de vierde toer. Ik heb hier al een losse gedaan. En dan gaan we in de derde opening, of in de derde losse van het begin van toer 4, halen we de draad op en we halen door. En omdat we nu dus met een ander kleurtje gaan beginnen, trekken we de draad iets langer, je pakt je schaar, knipt af en je haalt je draad door en dan als het goed is ziet toer 4 er zo uit.
En dan gaan we nu aan toer 5 beginnen met de volgende kleur, met deze kleur. En dan zie ik je zo weer terug. Tot zo! We beginnen weer met een opzetlus. Je naald erdoor, haaknaald erdoor. En dan pak je weer een hoek. Dus dit is de 1, 2, 3, 4, 5e toer. Je steekt weer in de hoek in en je haalt door, omslaan door 2. En je doet 3 lossen. 1, 2, 3. En we gaan nu weer de hoek maken. Met 2 stokjes, 2 lossen en 3 stokjes, 1, 2, 3. De afspeelsnelheid kan je altijd langzamer zetten. Hierboven staan puntjes en dan kan je de afspeelsnelheid langzamer zetten. En nu gaan we dus 1 losse nog doen. En dan gaan we in deze opening gaan we weer 1 stokje doen. 1 dubbel stokje in die vorige toer. En 1 stokje in die opening. En 1 losse. Zie je dat je dan hier die leuke reliefstokjes krijgt en daardoor krijg je ook echt een mooie granny. Een mooie granny square. En ja, zo maak je eigenlijk je hele granny. Maar we gaan gewoon door met toer 5. We slaan deze over en we gaan in die opening een stokje doen. Een dubbel reliefstokje. Oh ja, nu zat ik even te denken wat moet ik nu doen, maar nu moeten we dus om dit lange reliefstokje een reliefstokje maken. Dus om het reliefstokje van de 4e toer een reliefstokje en weer een stokje. Een losse. En dan gaan we nu hetzelfde doen als we in het eerste groepje hebben gedaan. Dus we slaan dit groepje over. We gaan in het volgende groepje een stokje, een dubbel relief stokje in die van de vorige toer. En weer in de opening een stokje en een losse. Dus toer 5 is de hoeken maken. Dan sla je dit groepje over, een stokje, een relief stokje, een dubbel relief stokje in die vorige toer en een stokje. Dan sla je weer een groepje over en een losse. En dan ga je een stokje, een dubbel relief stokje op dit relief stokje van de, even kijken hoor, dat is 1, 2 van de 3e toer en dan een stokje. Een losse en dan ga je weer hetzelfde doen als dat je hier hebt gedaan, een stokje, relief stokje op een toer 1 2 3 en dan weer een stokje en dan ga je weer de hoeken maken en dan zie je op het einde van toer 5 dan zie ik je weer terug. Tot zo. We zijn nu op het einde van de 5e toer en dan ziet het er zo uit. Dan gaan we de toer sluiten. En dan gaan we nu naar toer 6.
En we beginnen de zesde toer weer. Je houdt je garen dezelfde kleur. We steken in het tweede stokje van de hoek in. En we halen de draad door. En in het derde stokje. En we halen de draad door. En we beginnen weer in de hoek. We halen de draad op. Omslaan door 2. Met 3 lossen. En dan beginnen we de zesde toer met 2 stokjes in de hoek te zetten. Eén. Twee lossen. En dan gaan we 3 stokjes in de hoek zetten. 1. Drie, één losse, en dan gaan we hier weer in deze opening een stokje, een dubbel stokje in die vorige toer en een stokje maken. Dus we staan dit groepje over. 1 stokje in de opening, 2 keer omslaan, in het middelste stokje van die vorige toer, daar gaan we weer een dubbel relief stokje op maken en een gewoon stokje weer in die opening. Een losse. We slaan dit groepje over. We gaan in dit groepje een stokje, een dubbel relief stokje om dit relief stokje van de vorige toer. En een stokje weer in die opening. En een losse. Zie je hoe het werkt? En zo maak je de hele toer af en op het eind, daar zie ik je weer terug. Tot zo! We zijn op het einde van de zesde toer. En dan sluiten we de toer met een halve vaste. Je trekt je draad omhoog, je pakt je schaar en je knipt af en dan is de zesde toer klaar en dan hoort hij er zo uit te zien, toer 6, en dan pak je je andere kleur en dan gaan we aan toer 7 beginnen en dan zie ik je zo weer terug. Tot zo! We gaan nu met een donkerdere kleur aan toer 7 beginnen. Dus je maakt weer een opzetlus. En je begint weer in een hoek. Je maakt 3 lossen. Twee stokjes.
2 losse en weer 3 stokjes. 1, 2, 3 en 1 losse. Dan slaan we dit groepje over en dan gaan we weer een stokje, een relief stokje en een stokje doen. En zo herhaalt het hele patroon zich, een dubbel relief stokje dan, hè. Dus van die vorige pak je het stokje weer op en je maakt je dubbel relief stokje af en je doet weer in diezelfde opening een stokje, 1 losse ertussen. Dan gaan we deze weer overslaan en dan gaan we naar het volgende groepje. 1 stokje, 2 keer omslaan en dan pakken we deze op van de vorige toer en dan maken we weer het dubbele relief stokje af. Dan nog 1 stokje in diezelfde opening, 1 losse en we gaan weer in de volgende opening hetzelfde doen. De volgende opening, dubbel relief stokje. Dan lossen en weer in die volgende opening 1 stokje, een dubbel relief stokje. Oh, wel te snel. Kijk, en zo ga je door totdat je bij de hoeken bent en op het eind hier dan zie ik je weer terug. Tot zo. Op het einde van toer 7 sluit je de toer, je haalt je draad op en je haalt door. Dan ga je naar toer 8, dan neem je weer je draad mee tot de hoek en dan ga je weer die hoekjes maken en dan doe je met dezelfde kleur en nog een rand omheen. Maar zo hoort toer 7 erachter eruit te zien en als je nog een rand omheen doet dan krijg je deze en deze heb ik ook al geblokt, dus dat laat ik ook nog zien. Ik heb hier ook nog een randje omheen gehaakt. En ik heb hem ook nog gemaakt iets met dubbelgaren, maar dan ja, heb ik nog niet de donkere kleuren gehaakt. Voor als je een dekentje wil maken of zo, dan is hij iets dikker, maar dit is gewoon toe met haaknaald 5. Wil je hem dikker met dubbelgaren, dan pak je wel een dikkere haaknaald. Maar nu gaan we dus draadjes wegwerken. Dit is de achterkant, dus dat is ook heel mooi om te zien en ja, dan zie ik je zo weer terug. Tot zo. Als je klaar bent met je super granny, ja, dan is het even tijd nu om een draadje af te hechten. Je pakt dus je stopnaald en je gaat eigenlijk je draad gewoon netjes afhechten.
Je pakt je schaar en je knipt af. Zo, en je Super Granny Square is klaar. Hij is echt prachtig geworden. Ik zou zeggen, dankjewel voor het kijken. De duimpjes omhoog, abonneren, hier op mijn foto klikken. En ik zie je graag bij de volgende video terug. In de volgende video laat ik wel even zien hoe je deze granny ook mooi even recht blokt. Ik heb het hierin al gedaan met deze. Dus deze is al geblokt, dus deze is al recht. Maar wil je hem rechter krijgen, dan moet je even het vierkantje op je strijkplank spelden. Maar dat leg ik in de volgende video uit, hoe dat je dat het beste kan doen. Dus, ik zou zeggen dankjewel voor het kijken, abonneren en ik zie je bij de volgende video weer terug. Tot ziens!